Ik hoop echt met heel mijn hart dat ik nu in focus ben, want ik heb net deze video al gefilmd en ik was niet in focus. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In de video van vandaag heb ik een tag voor jullie. De tag heet 15 reisdilemma's tag. En ik kom er net achter dat het eigenlijk maar 14 heeft. Oké, maakt niet uit. 14 reisdilemma's tag. Ik zal een linkje hieronder laten met de link naar deze tag. En laten we dan maar beginnen. De eerste is zonvakantie of wintersport. Ik ben zelf nog nooit op wintersport geweest. En ik zou ook niet echt graag snel op wintersport willen. Ik ga veel liever naar de zon. En vooral in de winter vind ik dat super fijn om gewoon weer een beetje bij te komen. Om wat meer energie te krijgen. Om weg te zijn van het grauwe weer. Hoewel het de laatste tijd echt best wel mooi weer is. Het is super koud, echt min 2 graden steeds. Maar het zonnetje schijnt. Dus dat scheelt al wel. Maar het is gewoon super fijn, vooral in de winter, om naar een warm land te gaan. En een beetje op te warmen, een beetje kleur te krijgen, meer vitamine. En ja, in de zomer vind ik het ook super fijn. Vakantie aan de kust of vakantie in het buitenland? Ik vind het super fijn om in het buitenland aan de kust te zitten. Maar daar mag ik niet uit kiezen. Ik zou dan kiezen uit vakantie in het buitenland, omdat ik zelf aan de kust woon. Ik hoef alleen maar op mijn fiets te stappen en een paar minuten te fietsen en dan ben ik al op het strand in principe. Ik heb dat dus niet per se nodig op vakantie, omdat ik het zelf thuis al heb. Dus dan zou ik veel liever naar het buitenland gaan. Europees eten of Aziatisch eten? Ik kies denk ik eerder voor Europees eten. Ik heb het gevoel dat dat meer gevarieerd is, omdat je natuurlijk verschillende landen hebt die allemaal hun eigen keuken weer hebben. En Aziatisch eten is gewoon Aziatisch voor mij. Het klinkt super stom en je hebt natuurlijk ook verschillende dingen bij Aziatisch eten. Maar ja, ik kies eerder voor Europees eten. Weg met vriendinnen of weg met de partner? Ik vind het super leuk om met mijn vriend op vakantie te gaan. Ik ben al eerder met hem op vakantie gegaan, al een paar keer zelfs. En dat is super gezellig, maar het lijkt me ook super leuk om een keertje met vriendinnen weg te gaan. Aangezien ik dat nog nooit heb gedaan. En het gewoon, ik bedoel, met je vriendinnen kan je het ook super gezellig hebben. Dus dat wil ik zeker nog wel een keertje doen. Een actieve vakantie of een luie vakantie? Ik ben zelf niet super actief. Vooral niet op vakantie. Omdat het meestal super warm is. En ik kan niet zo heel erg goed tegenhitten. Maar ik vind het ook niet fijn om hele dagen niks te doen. Dus ik zou eerder een tussenweg kiezen. En af en toe een dagje naar een stad gaan. Of iets anders bezoeken. En dan ook. En dat dan weer afwisselen met in de zon liggen. En naar het strand gaan bijvoorbeeld. Of lekker in het zwembad zwemmen. Azië of Afrika? Ik zou eerder voor Azië kiezen. Niet dat ik iets heb tegen Afrika, maar ik weet niet, Azië, dat trekt mij meer aan. Niet echt een bepaalde reden waarom dat zo is, maar ik weet niet. Het lijkt me gewoon leuker om naar Azië te gaan dan naar Afrika. Barcelona of Rome? Ik zou eerder naar Rome willen, omdat ik al in Barcelona ben geweest. Het is een super mooie stad verder. Ik heb er helemaal niks op tegen en ik zou het echt niet erg vinden om nog een keer terug te gaan. Maar ik ben nog nooit in Rome geweest en het ziet er altijd zo mooi uit op foto's dat ik het zelf ook een keertje wil zien. Een hotel of een camping? Ik ben vroeger heel vaak naar de camping geweest. Ieder jaar in de zomervakantie gingen we gewoon naar de camping met onze vouwwagen. En als kind vond ik dat echt super fijn. Het was altijd heel erg gezellig en je kon altijd vriendinnen maken of vrienden. En dan kon je echt gewoon die 3 weken wel volmaken. En tegenwoordig zit ik vooral in het hotel. Meer omdat dat voor mij nu op dit moment praktischer is. Maar later zal ik zeker, als ik kinderen heb bijvoorbeeld, teruggaan naar de camping. Want ik vind gewoon dat dat een ervaring is die je zelf mee moet maken als kind zijnde. Maar voor op dit moment zal ik kiezen voor een hotel. Citytrip of natuurvakantie? Ik heb niks tegen natuur. Ik hou van de natuur. Maar ik vind het interessanter om een citytrip te doen. Ik heb het gevoel dat een stad zoveel meer aan te bieden heeft dan de natuur zelf.
Je kan naar allemaal bezienswaardigheden en je kan allemaal leuke plekjes opzoeken. En ik heb gewoon het gevoel dat je dat sneller zal doen dan in de natuur. Een wereldreis of de wereld zien in meerdere keren. Het lijkt me super gaaf om een wereldreis te doen. Maar ik zie mezelf eerder een rondreis doen in continenten. Bijvoorbeeld in Azië, dat je dan bepaalde landen langs gaat en niet gelijk van Azië dan weer naar Australië en dan weer naar Afrika. Ik zie mezelf gewoon eerder al die continenten zelf afgaan dan dat je de hele tijd heen en weer gaat. Nooit meer reizen of nooit meer je vrienden zien. Dit is zeker een moeilijke, maar ik zou dan liever nooit meer reizen, want ik kan gewoon niet zonder mijn vrienden. Ze zijn gewoon echt heel erg belangrijk voor mij. En reizen is gewoon iets leuks wat je erbij kan doen. Dus ik zou voor nooit meer reizen kiezen. Weg met de auto of weg met het vliegtuig? Ik heb wagenziekte en daardoor zou ik eerder voor het vliegtuig kiezen dan voor de auto. Want in het vliegtuig heb ik minder last ervan. Maar ik heb ook geen probleem mee om met de auto ergens naartoe te gaan. Vroeger, toen we naar de camping altijd gingen, gingen we altijd met de auto. Dus zat ik 2 dagen meestal in de auto voordat we op de camping zelf waren. Dat was prima te doen met een reispilletje. Maar in het vliegtuig heb ik gewoon veel minder snel ergens last van. Dus ik kies liever voor het vliegtuig dan. Backpacken of cruisen? Ik zou zeker eerder kiezen voor cruisen. Aangezien ik best wel een slechte rug heb. Dus het is niet heel handig om dan met een grote tas en een zware tas rond te gaan lopen. Het idee spreekt me ook echt niet zo heel erg aan. Terwijl cruisen, dan ga je van de ene plek naar de andere. Waar je dan ook weer voor een dag bent. En ja, dat lijkt me gewoon veel leuker om te doen. En de laatste alweer. Alles regelen of op de Bonnefoy. Ik heb geen idee wat op de Bonnefoy betekent. Dus dat moet ik als eerste even opzoeken. Even kijken. Op goed geluk zonder van tevoren iets te regelen of af te spreken. Nou, dat ben ik zeker niet. Ik hou ervan als alles enigszins een beetje is geregeld. Dat je in ieder geval een idee hebt van oké, dat wil ik gaan doen. Dat wil ik niet gaan doen. En zulke soort dingetjes. Dus ik zou nooit kiezen voor niks regelen en het allemaal maar zien. Dat was alweer de laatste. Ik hoop dat jullie deze tag leuk vonden. Dat was alweer de laatste. Ik hoop dat jullie deze tag leuk vonden. Als jullie hem leuk vonden, geef dan een duimpje omhoog. Laat in de reacties hieronder weten wat jullie antwoorden zijn op deze vragen. En laat ook vooral weten of jullie vaker een tag van mij willen zien. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!